Naomi Abbott dan staat op de 8e plaats. 2 plaatsen boven Shafiq Bezeguet na de korte kuur. Nog net geen 80 punten bij elkaar gereden eergisteren. Amerikaans kampioen is die en immens populair hier in Japan. Schaatste ook de NHK Trophy dit jaar in Japan. Werd derde. Boris, ze zijn sowieso erg sportief. De Japanners in het publiek stonden in de eerste groep al bij de eerste rijder volgens mij overeind na de kuur. Zijn oude kuur op muziek van de Muse. Het wordt zijn laatste wedstrijdkuur van Jeremy Abbott. Zou hij hem doen? De viervoudige Tolop. Ja. Drievoudige Axel, dubbel Tolop.
In één woord, meesterlijk. Woorden schieten tekort bij het zien van dit meesterwerk. Choreografisch gezien dan deze kuur van Jeremy Abbott. Hij reed hem 2 jaar geleden en we waren diep onder de indruk, Haya en ik. En om hem in je laatste wedstrijd zo te schaatsen. We hebben allebei een brok in onze keel, want dit is echt zo'n fenomenale kuur. Zo introspectief, gevoelig. Al die transities. Hij zat zo in de muziek. En om dan eigenlijk ook nog foutloos te rijden. Jongen, jongen, diep respect. 28 jaar en dan je allerlaatste optreden in zo'n mooie arena met zoveel publiek. En dan dit kunnen. Je zag gewoon dat hij er zo intens van genoten, dat hij het zo intens beleefde. En hij gaf eigenlijk die, inderdaad heel introvert, maar hij gaf eigenlijk die 10.000 man in de hal een kijkje binnen bij hem. En hij liet ons beleven wat hij beleeft bij het horen van die muziek. Die interpretatie zo in zichzelf, maar dat past er ook zo perfect bij. Hier, viervoudige tolop. Toen hij de tweede sprong had gedaan, dacht ik van dit wordt een foutloze kuur. Want hij zat er gewoon helemaal in, van begin tot eind. Ja, deze kuur gaat de geschiedenis in, dat is zeker. En zal veel gebruikt worden op seminars. Waar het gaat om choreografie en interpretatie. Absoluut een meesterwerk. Door hem zelf gemaakt. Ja, die choreografische serie met die stop gaat door merg en been. En wat heeft hij gevochten, hè, de afgelopen jaren? Want het ging echt niet altijd goed. Ook deze kuur niet. Hij was er weer naartoe gegrepen, teruggegrepen naar zijn oude kuur. Maar dat ging echt niet meteen weer van een leien dakje. Maar hij moest echt weer op zoek naar zijn vorm, op zoek naar het gevoel in hemzelf. Ja, op zoek naar zichzelf. Jeremy Abbott. En hij heeft zichzelf teruggevonden op het moment dat het eigenlijk wel het mooiste was van zijn hele carrière. En hoe ver gaat dit komen met deze kuur? Dat gaat denk ik een monsterscore worden. Zeker op het gebied van de components. 86-16 gaat hij naar 246 punten. 21 punten voorsprong op zijn landgenoot Max Aaron. Nou, dat zegt genoeg. First place.